In dit filmpje ga ik jullie tonen hoe je een glacis aanbrengt. Allereerst maak je hiervoor een onderschildering in grijswaarde. Wat hebben we hiervoor nodig? Een canvasdoek, zwarte en witte acrylverf, een potje met water, een grof penseel en een vod. De eerste stap is het maken van een grisaille. Dit is een onderschildering in grijswaarde. Deze techniek werd vaak toegepast door de Vlaamse primitieven. In je onderschildering kan je je enkel concentreren op vorm en schaduw, zonder rekening te moeten houden met kleur. Wanneer je schildert, start je best met het schilderen van middentonen. Schaduw en licht worden pas later toegevoegd. Als tweede stap brengen we medium aan op het doek. Wat hebben we hiervoor nodig? Terpentijn, schildersmedium, een zachte kwast en een vod. We bedekken het hele oppervlak met een dun laag medium. Schildersmedium maakt de verf vetter en transparanter wat nodig is om te glaceren. Zodra de laag is opgezet, laten we het werk even drogen. Om de glacis aan te brengen hebben we extra nodig tubus olieverf, liefst zo transparant mogelijk, en een zacht penseel. Om de glacis aan te brengen meng je wat medium onder de verf zodat deze transparant wordt. Daarna breng je de verf aan op het doek. Je zal zien dat door de transparante laag de onderschildering doorschemert. Het gebruik van glacis zorgt voor extra diepte en verrijking van de kleuren in het werk. Als laatste stap voeg je wit toe. Gebruik nooit wit in de eerste lagen van je glacis, maar altijd als laatste laag. Wit heeft namelijk de eigenschap om verf dekkend te maken, waardoor je het effect van een glacis niet kunt bereiken. Thank you.
en dit is het resultaat. In dit voorbeeld heb ik slechts één glacielaag gebruikt, maar je kan ook meerdere lagen over elkaar plaatsen om een nog rijker kleurenpalet te verkrijgen. Vergeet wel niet elke glacielaag eerst te laten drogen voor je een nieuwe aanbrengt.